Hoi! Hallo iedereen! Ik zeik als een geit, want ik ben zeikgeit. En welkom bij Zeikvlog. Welke aflevering het is, dat heb ik geen flauw idee van. Ik weet wel dat het vandaag de aflevering is van 16 mei 2014. Ja. En ja, waarom ik dat eigenlijk weet is omdat gisteren natuurlijk de 4-jaar anniversary van Nimwezen was, wat ik natuurlijk wel onthoud. En morgen is het Nationale Feestdag in Noorwegen, want dan bestaat het land zoveel duizenden jaren of zo, wat mij geen ene reet kan flikkeren. Maar goed, ik dacht van, ik kondig dat even aan, dan weten jullie dat ook weer. En mijn haar zit voor mijn ogen. Godverdomme, TL, je moet eens naar de kapper. Houd je bek, man. Dus ja, nee, ja, hallo iedereen. Ja, lekker. Yes. En zo. Ja, nou, wat heb ik te melden? Ik heb eigenlijk helemaal niks te melden. Maar waarom doe ik dan een zeikvlog? Ik heb geen idee. Het zit namelijk, ikzelf zit een week voor mijn anniversary. Ja! Ikzelf voor mijn 1-jarig anniversary. 28 mei begon ik namelijk met Let's Playen. Het is 1 jaar verder bijna dus nu. En ja, het is, nou, het is wel goed hoor eigenlijk. Maar dat ga ik allemaal voor volgende week bewaren. Dan komt er een hele special, denk ik, waarin ik helemaal uitgebreid ga zitten lullen over wat, ik vergeet dat even wat ik wil zeggen. Over wat er goed ging en wat er slecht ging. Over de goede dingen en de slechte dingen. We gaan het allemaal dan bespreken. Goed, nou, eigenlijk de hoofdding die ik met jullie wil bespreken is dat ik het nou toch wel echt eens tijd vind worden dat ik weer eens ga uploaden. Het is al heel lang geleden dat ik echt vast heb geüpload. Dus af en toe dan pleur ik eens een aflevering van Yoshi Island Online of een zeikvlog zoals ik nu doe. Of ik doe die clipjes, domme clipjes waarin ik ga zingen en zo, waar ik natuurlijk niet goed in ben. Maar ik vind het leuk om te doen, om af en toe eens zo'n dingetje online te zetten. En ik krijg er best wel veel views op. Dus ik denk van, als ik gewoon misschien standaard weer ga uploaden, dan krijg ik misschien ook weer views. En dan krijg ik misschien ook weer subs. Want ik heb maar 140 subs nu. Maar 140 subs. Het is wat je maar vindt, hè. Ach, misschien horen jullie het een beetje aan mijn stem. Volgens mij ben ik een beetje verkouden. Ik heb het zelfs niet eens door, maar ik voel de hele tijd mijn stem een beetje achterlijk worden. Een beetje zo praten, zo, uit Almelo, weet je wel. Nou ja, goed, de maand. Nou, volgende maand begint het WK. Deze maand zijn we tweede geworden op het Songfestival, wat natuurlijk een bijzonder knappe prestatie is. Een bijzonder ongelooflijk knappe prestatie. Vooral omdat er iemand met een baard en een man in een jurk eerste is geworden. Fuck dat. Anders hadden wij gewonnen, ik weet het zeker. Oké, nou ja, verder, voor de rest. Noorwegen gaat prima. Het is niet echt veel contact. Ik spreek er wel eens vaak voor Erika. Bellen hebben we al bijna een maand niet gedaan, maar ik denk dat dat wel snel weer gaat komen. Tenminste, ik hoop het zelf, want ik mis er best wel veel. En ze mist mij ook, denk ik wel. In ieder geval, ja, dat zegt ze. Dus ja, dat is het een beetje. Maar eigenlijk, nou moet ik even kijken, want Ik was even de Nimwezen vlog aan het kijken. Dus ik moet even een nieuwe YouTube openen. Want ik moet even kijken welke Let's Plays ik eigenlijk ga doen. Dat vergeet ik altijd weer. Sowieso. Natuurlijk. Wat ik ga doen is, ik ga Yoshi Island afmaken. Maar dat was sowieso al het geval. Pokémon Ruby daarna. En daarna Pokémon Fire Red. En ik weet niet zeker of ik Smash Bros. Brawl nog ga afmaken. Want ja, Natalie die komt niet echt hier naartoe. En ja, het was ook best wel een kutspel. En we zaten eigenlijk pas op ongeveer de helft. Dus ik lood wel allemaal, zeg maar, tot die tijd lood ik up. En ik moet zelf ook nog steeds Pokémon Fire Red afmaken. Want dat is echt al, ik denk dat het misschien 2 maanden geleden is dat ik voor het laatst heb opgenomen. Dus het moet wel weer eens een keer tijd worden, vind ik, dat ik mezelf gewoon een schop onder mijn hol geef en gewoon ga uploaden. Want
ja, zeg maar de trouwe fans die ik tot nu toe dan heb opgebouwd, dat, ja, die moet ik niet teleurstellen natuurlijk. En ik moet gewoon wel up gaan loaden, want anders dan stel ik ze teleur. En mijn haar zit nog steeds voor mijn ogen, wat zo irritant is. En ja, dan nog het tekenen. Ik heb op school natuurlijk weer druk bezig geweest met tekenen. En daar is dit uitgekomen. Ik snap sowieso niet waarom ik deze op heb, want het doet geen flikker, maar goed. Ik zal hem even pakken voor jullie. Als jullie dat leuk vinden. Nou ja, dit. Dit, ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Dit is dus wat ik dan heb getekend op school. En ja, het is best wel mooi geworden. En hij hangt keurig langs naast die andere. En ja, ik denk, dat kan ik zo wel laten zien. Het is geen, ja, het is maar gewoon mijn telefoon, kijk. Daar, daar hangt die ene en daar hangt die andere. En ja, sowieso een beetje. Ik heb jullie eigenlijk sinds ik hier slaap, en dat is al een tijdje, heb ik nooit echt in mijn kamer laten zien. Kijk, dit ligt dan weer allemaal op de grond. Ja, dat is dan weer allemaal allemaal Gio-achtige dingen die je dan op de grond liggen. En dit was ik toen ik klein was. Of zo. Ja, het zal allemaal wel. Dit ben ik nu. Maar ja, die zon die schijnt in mijn bek. Dat is kut. Maar goed, ja, Yoshi's Island is voorlopig het eerste wat ik ga doen. Ik denk dat ik ook maar eens ga beginnen dus met opnemen van Pokémon Fire Red. Want het is, mijn motivatie was een beetje weg, maar ja, misschien komt het weer terug als ik ga beginnen met uploaden. Maar dan moet ik eerst natuurlijk beginnen met uploaden en met opnemen. En dan komt het vanzelf denk ik wel weer terug. Tenminste, dat hoop ik, want anders dan heb ik een probleem. Ik bedoel, dan heb ik zoiets op 27 mei van, ja, ik ga ermee stoppen. Maar eigenlijk wil ik nog helemaal niet meer stoppen, want het is dus bijna mijn eenjarig anniversary. Dat is denk ik. En ik ben een beetje de hele tijd zo aan het draaien op mijn bureaustoel. Ik denk dat jullie dat wel kunnen zien. Oh nee, kijk, zag jullie dat? Ik ben heel snel aan het draaien op mijn bureaustoel. Daar word ik duizelig van. En nog steeds ben ik verkouden. Dus dat gaat natuurlijk ook weer lekker zijn als ik ga opnemen. Net als toen ik begon. Ach, toen was ik echt vreselijk verkouden. Maar toen was ik ook ziek. Toen, ja, dat was eigenlijk, dat was eigenlijk het jaar waarin ik in het ziekenhuis kwam te liggen voor mijn darmen. En toen was ik vreselijk ziek. En ja, het scheelde eigenlijk niet zoveel of ik was gewoon dood. Dus ja, ik ben blij dat alles nu gewoon onder controle is. En ja, dit is gewoon weer echt helemaal off topic gewoon, hè. Ik ga het nu gewoon een beetje hebben over mijn persoonlijke ziektes en zo. En dat is niet de bedoeling. Maar goed, het is een zijkvlog, dus het kan er gewoon in. Want ja, het zijn gewoon personele dingen, denk ik zo. Ja, en zo. En dan voor de rest Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. Als ik daar weer mee ga beginnen in het Engels. Ik vind het wel een hele uitdaging, want ik moet echt moeilijk. Het is moeilijk om te switchen van Nederlands naar Engels, want ik bedoel, als ik bel met Erika bijvoorbeeld, dan praat ik ook gewoon Engels en dat gaat ook moeiteloos. Maar opnemen is toch wat anders, want bijvoorbeeld als je vergissing maakt, dan ben je toch geneigd meer om te zeggen, oh kut, of zo, in Nederlands. Dus dat is even wennen. Dus ik moet even kijken of dat gaat lukken nog. En als ik weer ga opnemen dat. En anders dan, ja, dan stop ik daar gewoon mee. Maar in ieder geval, ik ga het verder doen met Mart van Smarty Marty, als die wil, want met Max heb ik gewoon een scheidhekel aan gekregen. Die is vervelend en daar heb ik ruzie mee, want hij is een meisje en ik kijk Barbie films. Dus, en ja, dat is een beetje eigenlijk hetgene wat ik allemaal wil melden en zo. Nou, ja, ik hoop dat jullie een beetje zin hebben in dat ik weer ga uploaden. Tenminste, ik ga het proberen. Yoshi's Island eerst. En daarna zien we wel. Wat ik dus ga doen. Ik denk eerst Pokémon Ruby en daarna Pokémon Fire Red. En ja, dan zien we zelf alweer waar het schip strandt. En volgende week,
Dus, nee, niet volgende week. Eigenlijk. Even kijken, het is nu de 16e, dus dat is over 2 weken. Dan is mijn anniversary. Anniversary. Ik zei het weer verkeerd. Ja, dus... Ja, ik kijk daar op zich wel naar uit, want... Ja, het is toch een jaar verder en... Ja. Als je dan kijkt van eerst had ik een hele lange tijd dat ik zo weinig subs. En eigenlijk pas toen ik met Pokémon Fire Red begon. Toen begon het eigenlijk pas echt heel goed te worden en zo. En het is op zich wel lekker, want je hebt een best wel redelijk lopend YouTube kanaal, vind ik zelf. En je hebt ook veel vrienden gemaakt. Ik bedoel, Vastra, die echt een hele goede vriend is. Gewoon nou ja, een hele goede vriend. Hij is... Het is niet zo dat ik hem elke dag spreek of zo. Maar hij is aardig. En ook Smarty Marty 7. Mart is gewoon aardig. En natuurlijk Nathalie. Ja, die ken ik al. Nathalie ken ik al. Maar ja, het zijn toch mensen die je niet had ontmoet als je niet ja, let's playde, zeg maar. Dus ja, dat is dan wel een beetje toch weer zoiets van dat je denkt van wauw. Dat is wel best wel gaaf eigenlijk. Van, aan de ene kant zou je ook wel weer willen weten van... Hoe zou je leven er dan uit hadden gezien als je dan niet had geletsplayed? Of zoiets. Dat zou ik eigenlijk best wel willen weten, weet je wel. Van misschien was ik dan wel een onwijs klote jong of zo. Dat ben ik natuurlijk sowieso al, maar... maar ja. Ja. Goede. Oude. Tijden. Dus, nou, de zon schijnt en de lucht is rood en Teletubbies van me dood en zo en ja, kijk dan toch eens wat er allemaal op de grond ligt, al die kleren zo, dat moet ik dan zo weer opruimen. Ik heb het zelf ook gemaakt, namelijk omdat ik het liet vallen, omdat ik een potlood aan het zoeken was om dat te verbeteren, want er was iets mis, dus ik moest dat nog even bijwerken met potlood. En ja, toen viel die hele E3 op de grond. En wie moet het dan weer opruimen? Ja, natuurlijk. Degene die het zelf heeft gemaakt. En daar had ik geen zin in. Maar het moet wel gebeuren. Dus, nou ja. Dan dank ik jullie nu voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie over 2 weken, niet over 1 week, gaan kijken naar mijn terugblik op mijn hele Let's Play carrière van tot nu toe. Dan dank ik jullie voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet morgen ergens random met een Noorse vlag te gaan lopen. Zoals ik. Kijk hier. Het is Noorwegendag morgen. Oei. Dus. Nou ja, dat moeten jullie even gaan doen. En als jullie het niet doen, dan hebben jullie pech. Of dan heb ik pech. Of dan heeft heel Noorwegen pech. Het kan me eigenlijk niet zo schelen. Dat is gewoon echt compleet off-topic. Off-topic, maar dat... Ja, dat maakt niet meer uit. Het is een zeikvlog. En ik ben vandaag gewoon een beetje in zo'n stemming waarvan je denkt van... Dus ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer bij Zeikvlog. Of bij Yoshi's Island waarschijnlijk. Doei. Bye bye man. Bye bye. Druk dan op dat knopje man.